Wat ik heel fijn vind aan Stichtse Vecht is dat het tussen twee grote gemeentes ligt. Dus je hebt een grote opgave, maar je hebt wel het voordeel van werken voor een middelgrote gemeente en een organisatie. Dus hier zijn de lijnen kort, zowel naar collega's, maar ook naar het bestuur. De woningopgave in gemeente Stichtse Vecht is groot. We proberen zoveel mogelijk woningen te realiseren voor onze eigen inwoners. Dat doen we binnen bestaande stedelijke gebieden, maar dat kan ook bij de kleinere kernen om de leefbaarheid vast te kunnen houden. Ik ben projectleider voor Zuilense Vecht. Ja, Zuilense Vecht is een heel gedateerd sportcomplex en we gaan het naar het nu trekken. Zuilense Vecht is een heel mooi project. Daar maken we van een sportpark eigenlijk een sportief park, waar naast sporten en recreëren ook plaats is voor wonen en onderwijs. En het is een mooi voorbeeld van hoe we met allerlei partijen binnen de gemeente, maar ook de gemeente Utrecht, een gebied mooier proberen te maken. Als projectleider sta je aan het roer van projecten binnen stedelijke ontwikkeling. Je stuurt op tijd, op planning, op geld, op inhoud. En je zorgt ervoor dat alle betrokkenen hun taken en verantwoordelijkheden weten. En dat binnen een politieke arena. Er wordt hier wel gesproken over de snelle en de langzame vecht. En dan is de snelle vecht is het Amsterdam-Rijnkanaal, het spoor en de A2. En de langzame vecht, dat is de vecht. Met de historie, de historische buitenplaatsen en alle kernen die in die buitengebieden liggen. En ik vind het heel mooi om hem aan bij te dragen dat dit gebied zich op een zodanige wijze ontwikkelt dat die rust ook gegarandeerd blijft. Wat ik leuk vind aan mijn rol als planoloog is dat je echt onderdeel bent van het maatschappelijk debat. Je bent echt onderdeel van de discussie rondom ruimtelijke ontwikkelingen. En je probeert alle informatie die je kunt krijgen te verwerken in mooi plan. Wat ik leuk vind aan deze functie, dat is dat het alle domeinen van de gemeente raakt. Dat je met heel veel externe partners het overleg hebt. Dat je gezamenlijk tot goede oplossingen probeert te komen. Dat ik elke keer weer uitgedaagd word omdat ik met onderwerpen geconfronteerd word waarvan ik nooit had gedacht dat ik daarmee bezig zou zijn. En dat is van vleermuizen tot watercompensatie. Ik vind dat we allemaal deel maken aan een samenleving en dat je daar een steentje aan bij moet dragen. En hoe mooi is dat als je dat op je werk kan doen?